Welkom bij AZ Malik Art Studio. Ik ben gelukkig al 2 jaar dat ik eigen atelier mag gebruiken. En na 8-9 jaar wonen permanent in Ommen. Vind ik een geweldige stad om te wonen. En dan nodig ik u graag binnen even een kijkje nemen. Welkom. Het is een mix van diverse stijlen en kunst kan niet zich op één thema beperken. Dus er zit gewoon veel karikatuur, veel sprookjesverhaal. Zit het gewoon, ik ben wel een rare vogel qua kunstuiting. Dus meestal mensen houden van een bepaalde stijl. Ik heb zelf uit ervaring heel veel moeite gehad met galeriehouders die houden van een bepaalde stijl. Dat bij een andere kunstenaar bij hoort. Maar het is mijn weg nog niet gelegd, dus ik ben aan het uitzoeken wat het mijn ware art is. Dus dat is gewoon. Soms komen mensen naar binnen en zeggen: ja, het komt of een donderd over. Maar het is het enige wat ik tot nu toe heb bereikt. En dan is het gewoon het accepteren zoals het is. Okay. Het is boven de verdieping van het atelier. En het is een beetje warm vandaag, maar meestal zitten we met een clubje lessen. Die nemen les beneden. En dat is gewoon een mooi uitzicht van boven naar de vecht. Het is gewoon geweldig ruimte. En ik denk dat Erne van de eerste keer toen ik hier was, zag ze een paar schilderijen. Dus het is een beetje enorm uitgegroeid. Dus het is genieten. Het is puur genieten. En dat is een bijzondere plekje in het pandje aan Burggraaf 1. Dus we zien een wc die op zo'n underground stijl beschilderd. En het is een oerauthentiek gebleven, behalve dat nieuwe wc-pot. Dan een stukje van het kunst uit afval. Het is nog een oefening. En dan, we blijven recyclen. Dus laat me Mother Nature het niet vies maken. Dus we gaan alles benutten wat het op de grond ligt. Sinds een paar jaar heb ik ook begonnen met lesgeven aan gemotiveerde kunstenaars. Ze willen zich een stukje van techniek leren. Dus eventueel kan ik bijbrengen. Dankzij veelzijdige mogelijkheden wat je in huis hebt. Dat mensen kunnen zich ontplooien tot iets dat het. Sommige mensen zeiden ze dat ik doe je niet na. Of ik weet niet wat ik moet doen. Dus samen komen we uit tot bepaalde kunstuiting. Dat het iedereen, jong of oud, kan het gewoon een keertje naar binnen komen. En dan zeggen ik wil wel een keer proberen. Dus dat stimuleren doe je dat gewoon. Door middel dat even doe je geven aan de rug. Zeg je kunt het. En dan kun je zelf best een schilderij meter bij 2 maken. In een dag of 2. Dus het is gewoon in principe. Ik zie ze na 2-3 lessen groeien. En dan zelfbewust en zelfrespect terug krijgen. Dus dat zo werkt gewoon simpel uiteindelijk. Als je weet makkelijk op te brengen. Zeker weten? Ja. Vandaag hebben we een mooie warme dag. En dan af en toe is het leuk. Eventjes in de koele ruimte van studio of atelier. Hoe zou je dat noemen? Het is gewoon leuk mensen te zien terugkomen. Dat ze toch blijven denken aan bepaalde stijl, dan komen ze weer terug. En dan dat het besef van elke omenaar bijvoorbeeld, dat ze toch denken gewoon, we hebben nog de tijd rijp om eventueel die posters van IKEA eventjes weg doen en nadenken, zullen wij een keertje zelf gaan schilderen of zullen wij gewoon iemand vragen die plaatselijke kunstenaar iets voor ons maken of aan bestaande kunstenaars gewoon even bezoeken, even een praatje maken met elke kunstenaar. En ziet zoveel rijke bagage van veel meer dan we denken. Dus het is eigenlijk het begin van een soort Montmartre.